Hallo party people! Ik ben Karel Stolk en welkom naar weer een nieuwe aflevering van Stolk. Wekelijkse vlog over mijn leven als topatleet in een Nederlandse zwemteam. En ja, op dit moment, ik ben een hele mooie Omaan. Zoals je kan zien. Beetje zonnig. En ik ben hier met het Nederlandse zwemteam. We zijn met z'n allen, een stuk of 30 zwemmers. En we zijn hier voor een 3 weken trainingstage in de zon, lekker buiten. En ik wil jullie daar graag in meenemen die eerste paar dagen. Dus we zijn een stuk of 2 dagen geleden zijn we in Oman aangekomen. Hele late vlucht, maar was al prima. En we zijn nu bij dag 2 van de trainingstage. En ik ga jullie een beetje laten zien wat wij hier allemaal doen en waarom we dat doen. Zeg maar, waarom een trainingstage? Eigenlijk is dat een hele goede vraag. Veel teams doen het. Veel zwemteams, veel andere sporten. En voor ons is het voornamelijk om even weg te zijn. Even in de zon, even wat vitamine D. We komen in allerlei mooie plekken. Maar het gaat ook omdat we dus thuis moeten we dan boodschappen doen. Wassen, strijken, poetsen, naar school, opruimen. Je hebt thuis eigenlijk best veel zaken om het zwemmen heen. En op een trainingskamp of trainingstage kun je echt volledig op je sport richten. Dus voor ons is dat zwemmen. Voor atletiek is dat atletiek. Voor wielrenners gaan ze lekker de bergen in, gaan ze lekker fietsen. Maar dan kun je echt volledig daarop focussen. Dus echt een stukje voor de mindset. Even in de zone te komen. En zoals hier kunnen we dan 3 hele goede weken gewoon keihard trainen. Meters maken, beuken. En hopelijk stappen maken richting april. Dat is voor ons een kwalificatiemoment voor de WK Lange Baan. En daarvoor zijn we nu keihard aan het trainen. Dus daarom dus een trainingsstage, als je dat afvroeg. Maar nu gaan we even zwemmen. Nou, hier gebeurt eigenlijk alles. In het Sultan Qaboos sportcomplex. Ze hebben een voetbalveld, tennis, zwemmen, gewichtheffen, alles. Als je heel goed kijkt, daar is ons hotel. En dat is nog geen 5 minuten lopen en dan zijn we al bij het zwembad. Heel fantastisch, hier doen we alles. Van zwemtraining, landtraining, krachttraining. Alles wordt hier gedaan, dus geen reistijd. Dus ook in druk van de schouders.
Om niet naar het zwembad te moeten racen en het kou en alle sneeuw door het regen. Het is mooi zonnig weer vandaag. Mooie bergen, zon. En we gaan nu even een stukje land trainen en een klein stukje zwemmen. Dit is waar eigenlijk alle magic happens. Mooi zwembad hier in Oman. Lekker weertje vandaag. Lekker zwemmen. Lekker landtraining. Loud op de fiets. Gas geven. Helaas, wat minder weer vandaag. Best wel jammer. Het is niet goed voor de vitamine D. Ook niet goed bruin worden. Maar lekker beuken. Bam! Nou, party people, weer lekker op de kamer, goed getraind. We trainen hier 10 keer zwemmen in totaal. Nog 2 keer krachttraining, 2 keer combi. Heel veel landtrainingen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we thuis doen, alleen de intensiteit is echt een stuk hoger. Ik lig samen met Jesse Putz op de kamer. Hij is er niet, zoals je ziet. Dat is onze kamer. We houden het goed netjes voor de komende 3 weken. We zitten 3 weken lang met elkaar opgescherpt, elkaar irriteren, ruggen insmeren met zonnecrème. En als je daar meer over wil weten, kijk dan volgende week de vlog, want dan ga ik jullie een dag meenemen hoe het is hier in Oman. Voor de rest, reageer hieronder als je vragen hebt over wat een trainstage is of nog iets. En dan beantwoord ik ze in de volgende vlog. Dan wens ik jullie een heel fijn weekend, fijne avond, tot volgende week vrijdag 7 uur. Later, Stoknair.